We zijn bij de opening van winkelcentrum Ter Weide. Ik ga een kijkje nemen bij een paar leuke winkels die er net geopend zijn. Jij bent bakker Neppelenbroek en je bent net geopend hier. Hoe vind je het? Ja, helemaal te gek. Nou, het was schijnbaar hoog. Ze vinden het superleuk dat er een warme bakker in de wijk is. Ik denk dat het een iets andere bakker is dan normaal. We hebben een steen oven erin gezet. Zoals 100 jaar geleden gewoon echt op het steen gebakken werd. Vind je het mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Het ziet Dankjewel. Er heel mooi uit. Ja. We moeten wachten op het winkelcentrum. Ja, toch? En dan mag het best gevierd worden. Dat vind ik wel. Bent u wijn uit aan het delen? Ik ben de wijn laten proeven. Dat is wat anders uit. Jullie hebben het mooie kunstwerk achter ons gemaakt. Wie zijn jullie? Ik ben Kevin. En ik ben Cynthia en wij zijn van Studio Cars. Dit is een visueel verhaal, begrijp ik. Ja. En wat staat erop? Er staat de boerderij op, die daar ook achter te zien is. En onze visie op de boerderij. Ja, de boerderij was eigenlijk het startpunt van Ter Weide. En een boerderij heeft een sociale functie. Vroeger kwamen daar de mensen hun boodschappen doen of zich om elkaar daar te ontmoeten. Omdat de boerderij natuurlijk, als je hem vanaf de zijkant ziet, zou je hem zo zien. Maar zo kennen mensen hem, dus vandaar dat we hem zo gevisualiseerd hebben. Wat je eromheen ziet, dat is gewoon de wijk. Ja, de wijk in beweging en hoe de wijk voor ons idee er over een tijdje uit zal zien. Dat is voor ons heel belangrijk, zoals wij de wijk in ieder geval nu voelen. Want we wonen zelf ook in de wijk, dus ja. En blijft dit kunstwerk nu buiten staan? Voor zover ik weet wel. We hebben niet gesproken over hoe lang. Dat, het kan gewoon. Hij kan gewoon in de regen. Hij kan gewoon in de regen. Het is goed materiaal. Hij is goed geïnstalleerd ook. Dus hij kan tegen een aardige windstoot. Muriel, jij bent een van de initiatiefneemsters van Blended. Kun je me uitleggen hoe het hier werkt? We zijn een rent-shelf-shop. We hebben hier dus allemaal kasten, daar kunnen webwinkels een plank huren en hun spullen daarop verkopen. Daarnaast hebben we koffie en thee met lekkere gebakjes erbij, allerlei lekkernijen. En we geven ook workshops. En zijn het vooral bewoners uit de buurt die hier een schapje komen huren? Wel heel veel, maar iedereen eigenlijk uit het hele land kan hier een schap huren als ze willen. En ik zie ook iets van de voedselbank en van de speelgoedbank. Ja, mensen kunnen hier spullen voor de voedselbank inleveren of van de speelgoedbank. En wij brengen het dan wekelijks, proberen wij het daar naartoe te brengen. We hebben ook een ruilboekenkast. Nou, hier kunnen mensen hun boek instoppen en een ander boek terugpakken. Dus gewoon lekker ruilen. Er zijn zo vaak, staan de boeken gewoon gelezen in de boekenkast en dat vinden we zonde. Dus hier kan je gewoon iets leuks terugpakken. En je kan eventueel ook lekker lezen op de bank. Er zijn zoveel dingen en het is eigenlijk allemaal leuk. Het is allemaal met liefde, met de hand gemaakt. En ja, met elkaar zetten we gewoon iets heel moois neer. Thank you.